Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Graatsleer Photoshoppen en vandaag beginnen we met de les 262. Je kan op verschillende manieren bepaalde dingen toevoegen aan deze foto. Je kan bijvoorbeeld hier op het half maantje klikken. Zo noem ik dat trouwens in Photoshop. En als je dan hier bijvoorbeeld black en white doet, dan kun je dus dingen aanpassen. Maar je kan hier dus niet annuleren of bijvoorbeeld iets resetten. Dus als ik deze even close doe, dan moet ik deze gewoon even aanklikken en dan klik ik op delete. Dat geldt ook hier voor adjustment, want dit is precies hetzelfde als alles wat hier staat. Dus als ik hier boven naar adjustment ga en ik ga hier naar black and white, dan krijg ik hetzelfde venster te zien. Maar hier kan ik dus ook niet annuleren of resetten. Dus wat we doen, we gaan hier weer op staan en dan klikken we weer op delete. Maar als we hier boven naar image gaan en we gaan naar adjustment en dan hebben we hier ook de hele serie en we gaan hier naar black and white, dan krijg je wel de mogelijkheid om te annuleren of te resetten. En je ziet hier dus cancel staan, maar als ik dus alt inhoud, let maar eens op, alt, dan zie je reset. Ik laat alt los, cancel, alt inhouden, reset. Dus het is hartstikke makkelijk om te weten, want stel voor dat je dus handelingen hebt gedaan. Nou, ik ga even. En je moet onthouden, kleuren werken natuurlijk niet als iets zwart-wit is. Dan heeft dit geen waarde. Wacht even, ik ga het heel even anders doen. Ik doe heel even cancel. Zo. En dan ga ik hier weer terug naar image en dan pak ik adjustment. En dan kies ik heel even voor color balance. En dan heb ik hier het schermpje. En als ik dan even wat kleur aanbreng, zo, het ziet er niet uit, maar het is alleen maar om jullie te laten zien. En ik hou alt in, dan wordt de cancel, wordt dan reset. En als ik dan daarop klik, dan herstelt hij automatisch de kleuren. He, je kan dus ook, er zijn natuurlijk ook andere manieren om dat te doen. Zo, je kan ook bijvoorbeeld cancel klikken. En dan doet hij het ook, maar dan ben je gelijk het scherm kwijt. Je kan ook bijvoorbeeld, dan ga ik even weer naar adjustment, color balance. Ik heb dan iets gedaan, zo. Ja, dan klik je op oké. En als je dan achteraf denkt, ja, ik vind het toch niet mooi, dan kun je Ctrl-Alt-Z doen. Maar het is wel fijn als je natuurlijk het scherm kan behouden en dat je van daaruit dan verder kan werken. Dus dan is het gewoon weer image, adjustment. En dan pak ik dit keer, even kijken, Hue and Saturation. Zo. En dan kan ik hier gewoon een beetje spelen. Hier. En als ik die mooi vind, dan hou ik Alt in. En dan klik ik hier op Reset. Nou, het is weer een korte les. Je hebt weer wat geleerd. En ik spreek jullie snel. De groetjes. Hai hai.